Romario is terug in de basisopstelling voor het PSV nadat hij afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Den Haag gewisseld werd. Paulsen begint nu weer op de bank. Bij Sparta speelt Piet Wijnberg. Er was enige onzekerheid over hem vanwege een blessure. Voorin speelt Gerard de Nooier en kijkt Van Helder nu toe vanaf de reservebank. Vrije trap van Michel Valken, een overtreding van Søren Lerby in de zesde minuut. Lerby, Romario. En nu haalt Guida Pessi dat nog. Aardig neergelegd, Søren Lerby met rechts. Beheerst, afgemaakt ook. Ja, daar geniet hij van. Na alle gezanik, zoals hij dat zelf zal uitleggen over zijn rol bij PSV. Dan heb je zo'n doelpunt nodig. Zie je ook de reactie van Erik Gerets. Lerby. Romario doet dat goed. Guida Pessi heeft achterstand. Pats. En dan is dat ook uitstekend. Over de groei heen. En buiten bereik van de hand van Schuurhuizen. Aan de buitenkant is Kalusha vrij. Zijn snelle treinwens is opmerkelijk. Het overstapje van Kieft is goed. Vanenburg. Maar voorlopig blijft het bij 1. Tja. Wijnberg kon niet meer dan het hem moeilijk maken. En het was voldoende. Kieft, Vanenburg waarschijnlijk. Kieft natuurlijk. En nu? Ja, Romario, doelpunt. Na de treffer in de zevende minuut is het nu in de 24e minuut het kruisje van Romario. Na de combinatie van Kieft en Vanenburg. Het zijn mooie aanvallen, dat zeker. Dan gaat het even fout. Romario, Kieft, buitenspel. Er moet ooit eens een einde aan komen. Wel, dat kwam dus door buitenspel. Gerets. Romario. Lerby. Het is waarschijnlijk om gek van te worden voor de spelers van Sparta. Want alles lukt PSV op het ogenblik. Dit is een eervollere wissel voor Romario dan de laatste keer. Hij gaat er nu uit omdat hij geblesseerd is. En bij een o zo volle bank